Dit is het geluid dat Gabi hoorde. De hele dag. Ze werd er gek van en wilde een menswaardige dood. Ze werd geholpen door de levenseindekliniek. Maar voor de zekerheid bestelde ze een middeltje in China. Dit is het? Ja. Wat is het precies? Ja, het is medicijn, dodelijk poeder. Pentobarbital is het, geloof ik. En ja, dat heb ik besteld via internet. Ben je daartoe in staat? Om dit te doen? Ja. Ja. Ja, omdat ik er ook voor mezelf helemaal uit ben. Omdat ik het gewoon echt niet meer trek. En dit is afschuwelijk. Want ja, ik hoop dat het goed is. Maar je weet het natuurlijk nooit 100% zeker. Opmerkelijk. Poeder dat je bestelt op internet als je dood wil. En meer tipgevers laten ons weten zelfmoordmedicatie in huis te hebben. Maar hoe gaat zoiets? Hoe makkelijk krijg je die dodelijke middelen in huis? Waar komt het vandaan? Ik ga rondneuzen op internet en neem de proef op de som. Het is vrij makkelijk antwoorden te vinden op internet. Zo vind ik een boek waarin werkelijk alles staat. Even $85 betalen en het hele proces om een illegaal dodelijk middel te bestellen wordt uitgelegd. Met tips hoe je de wet kunt omzeilen en welke middelen je hoe moet gebruiken. Maar ook wat goede leveranciers zijn en bij wie je opgelicht wordt. Bij een zogenaamd betrouwbare leverancier bestel ik Pentobarbital. Het is echt bizar. Het lijkt erop alsof ik met één muisklik straks dat dodelijke spul hier in huis heb. Als het aankomt natuurlijk. Ik krijg een mail dat mijn pakketje met FedEx onderweg is. Maar komt die ook aan? Met deze actie overtreed ik immers de opiumwet. Met kans op een boete van €81.000 en zelfs gevangenisstraf tot 4 jaar. Online volg ik mijn bestelling. Het poeder vliegt van China naar Parijs en wordt daarna doorgestuurd naar Schiphol. Hallo. Goedemiddag. Als het goed is, is er een pakketje voor mij aangekomen. Dat klopt. Ik zal het even voor u pakken. Ja. Kijk eens. Alsjeblieft, dit is voor u. Oké. Dank u wel. Alsjeblieft. Tot ziens, hè. Nog geen week na mijn mailtje wordt het pakketje keurig netjes afgeleverd. Hoe komt deze dodelijke post moeiteloos het land binnen? En is dit echt het spul waar ik $450 voor heb betaald? Ik ben benieuwd wat erin zit. Hier zou dus het dodelijke poeder in moeten zitten. 2 eetlepels is genoeg om hartstikke de dood te gaan. Het liefst zou ik het willen openmaken en bekijken, hoewel ik het ook wel een beetje eng vind. Maar dat kan niet, want eerst willen we het naar een laboratorium sturen om te kijken of het inderdaad het zelfmoordspul is. Of dat het gewoon normale pepermunt is of zo.